Vandaag? Zes dagen. Vorige maand, september en de eerste zes dagen van oktober. Afgelopen september, zeg maar. Ja. Wat eigenlijk ook pas vanaf de zesde een beetje is begonnen. Dus een beetje over het tijdsbestek van de afgelopen maand heb je het over 120 stuks. Lekker. In totaal, hè? Beide bij elkaar opgeteld. Alles. Of alleen september en oktober? Alleen zeg maar de afgelopen maand. 120 okay. stuks. Oké. En alles daarvoor dat... er niet gekeken. Jens. Ja. Okay. Moet je ook voor mij koken? Ja. Maar Jens, van de oude was hoeveel? 19. Van de nieuwe was 60. 96. Oké. Okay, nou. 96 keer 67 is. Je moet niet naar de verkoopprijs kijken, maar naar je inkoopprijs en het verschil tussen beide. Oh. Want anders, zeg maar, je kan wel met omzetcijfers strooien, maar daar heeft het niet zo heel veel zin. Hé, hey, de korrels. Ah, ja. Jens, zou je dat voor mij willen uitrekenen? Dit is gevaarlijk, Jens. Ja, de waanzin. Wie heeft dit gekocht? Oh, piment. Dat was eigenlijk voor zuur. Maar is het niet gevaarlijk? Wat is daar gevaarlijk dan? Maar wil je van de afgelopen maand hebben of zeg maar van de afgelopen kwartaal? Of voor de worteltjes gaan. Sinds the beginning of time. Ik ga opzoeken wat het was, want we kennen gewoon, het. Gewoon, ik denk begin oktober. Dat is zes dagen. Waarom wil je alleen dat hebben? Of wat wil je daarmee? Dat het toen is. Of ja, of vanaf september. Ik wil over richten van spreken, dat ik dat wel van. Ja, dat sloeg echt helemaal nergens om. Weet je, maar sommige mensen die pronken er echt mee. Dat ze heel veel verdienen, dat ze dit doen en dat doen. Het is het. Mogelijk. Het is. Ik ga er ook niet mee pronken. Een tasje met vocht erin en tomaten. En dat betekent dus proppen. Het is dat jij het zei, hè? Ook met z'n vijf reacts. Oh, even een praktisch dingetje. Waarom wordt die sapjuicer niet schoongemaakt? Oh, nee, je had een ander punt. Nee, ik zoek het SD-kaartje van video, staat erop. Zwart. Heb jij die toevallig, Shell? Anders had ik wel wat gezegd. Nee. Dan wil je van antwoord. Iemand anders toevallig? Nee, gewoon zo'n SD-kaartje. En dan had ik met zwarte stift video opgezet. It's gone. Nou, dat is onmogelijk. Maar hij is toch weg? Ja, nou, maar hij moet wel ergens zijn. Verdomme. Hé, de vibrator van Merel. Nou, sfeertje. Oh, wow. Zullen we met z'n zingen? Wat ga je doen? Ja, la 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 la. Shalalalalalala. Shalalalalalala. Kom, even zingen. Utopia Mengen staat online. Leuk, hè? Ja, leuk. Shalalalalalala. 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 Shalalalalalala.
kregen een mailtje binnen. Ja. Over een taart, maar ik ben niet gelijk naar Jens gegaan omdat ik niet wist of het een verrassing eventueel zou zijn. Nee, is vooral voor mij. Is bijna 78 euro. Dat kan niet. Ja, jawel, wat je bezorgd is 50 euro. Hè? Maar ze zei dat die andere taart... Die ga ik zo even achteraan, ja? Ja. Kom goed. Ik wist die van. Ja? Ja. Maar dit wordt wel een zakgeld in, toch? Ja, 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 zeker, okay. zeker. Alright. Oké. Zat die in mijn map? Nou, ik kwam binnen in postvak in. Dus ik weet niet wat ze nu hebben gedaan. Ik zeg prima even uit, maar ik dacht ik ga niet langs Jens. Mm-hmm. Omdat ik niet wist of het verrassing of niet zou zijn. Nee, is het gewoon een zakgeld in. Oké. Money. Alweer. Het is geen bitcoin. Fok euro's. Dankjewel. Wel aansteker? Ja, dank je. Is ze niet zwaar? Ga je boodschappen doen, doe. Handig dit, hè, voor pakketjes. Oh, dit is niet de supermarkt. Oh, dan denk ik dat ik verkeerd ben met mijn karretje. Hé, hey, oude drankorgel van mij. Aha, hier, stom. Is Millie hier? Miss je hoe ik was, bitch, wen hem maar aan. Water uit, hè?
stokkie. Kom, baby, kom, baby, kom, kom. De poort wil of de poort gaan verlaten. Alleen de mensen hier, die kots ik uit. Ik vind ze allemaal één voor één walgelijk. Mm-hmm. Ik vind iedereen hier bijna iedereen vind ik nep. Zijn niet hunzelf. Ik kan er gewoon niet tegen, want ik prik daar doorheen. Ik zie dat gewoon. Ik zie wie echt is, ik zie wie nep is. En echt iedereen is hier bijna nep. En ik kan er heel slecht tegen. Ik kan er heel slecht tegen. Ze zijn allemaal hier met het spel bezig. En weet je, ik ga dat niet doen, man. Ik ga het gewoon niet doen. Ik vertik het. Ik ga nog liever als mezelf de poort uit, dan dat ik me ga gedragen als iemand die ik niet ben. Of lief in iemand zijn gezicht ga doen, terwijl ik diegene niet mag. Ja, ja. En een Mariska bijvoorbeeld, dat is gewoon een kontelikker. Van een jou, van een Merel, van een Jessie, zodat ze bij de populaire mensen hoort, zodat zij niet wordt weggestemd hier. Ik heb alles door wat zij aan het doen is. Nu distancieert zij ook van het magazine, omdat een Jessie en een Merel dat doen. En ze is 37. Die vrouw is gewoon niet echt. Misschien is ze heel lief, maar ze is niet lief tegen mij. Fren. Dat filmpje van Charlie N. Weet je waar die is? Dat filmpje van het oefenen? Of welke SD-kaart of... Weet ik niet. Echt niet. Was dat niet op jouw kaartje? Nou, dat blijkt dus van niet, want er staat hier niet op. Oh. Want daar staan die videoboodschappen op, zeker? Nee. Oh, is dat... Oh god, dat zit in de camera. Hij lijkt wel, Bren. Oh! Maar... Oh, dat zag er heel vies uit. Maar wat, Ja, hij lekt een beetje. Nee, die moet ik even hebben. Geen idee. Nou, deel. Sfeertje. Zit je onder? Sfeertje. Binnen. Ja, godverdorie. Beter. Ik heb nog nooit zo'n nagevoel gehad bij een sfeer die er was, joh. Yeah. Hier. Oh, ik ben niet hoogsensitief. Nee, ik had precies hetzelfde. Ik dacht, Oh, jongens. Een beetje. Die zit ze niet op. Het was wel op het podium. Oké. Kijk, Tom. Zeg een globe leak.
Wil je er ook soja in? Nee, gewoon kaal. Gewoon kaal? Een kali? Kali. Mijn lieve kali. Mooiste vrouw van mijn dromen. Ik hou van jou. Gaan we morgen gewoon lekker voetballen? Ja, leuk. Dat is toch lachen? Echt heel leuk. Kali, mijn lieve Kali, mooiste vrouw van mijn dromen, ik hou van jou. Oh. Ja, we hebben het niet eens meer. Potverdorie. Yes! 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 Kijk, lekker, Fran? Nou, echt niet, hè? Niet echt, nee. Ik was aan het liegen. Ja. Weg. Thee. Wil je ook thee? Is er nog? Ja, dus ik gewoon laten. Hey! Wat is er? Een beetje last van hooikoorts. Ja, ja, of verkouden gewoon, hè? Ja. Maar ik kan mijn pilletjes niet meer vinden. Oh, nee? Nee. Ik heb nog wel pillen. Wat voor? Blauwe pillen. Oh. Kamagra. Huh? Hm? Kamagra. Zie je de waterkoper niet, jij? Word jij mee? Nee, heeft André. Oh, het is alle twee blauw. Ha. Zijn we aan het zoeken? Jager, ja. Kamagra, volgens mij ook blauw. Ja. Blauw-blauw. Ja. Oh, jongens, wat is het koud. Ik denk dat hij ook helemaal blauw wordt dan. Ja? Van al het doepje bloed dat er doorheen strandt. Is die gevaarlijk? Weet niet, maar af en toe is het wel leuk, hoor. Niet omdat ik het nodig heb, maar gewoon omdat het ja, ja. Heb je die nodig? Ja, ga nog niet. Maar zal ik je eens wat vertellen? Nou. Wist je dat, dat is pas sinds een paar jaar of zo. Als ik niet ook echt gevoel bij een vrouw heb. Ja. Dan heb ik dus echt meer moeite om hem stijf te houden. Ja? Ja. Ja. Ach, wat je een gevoelige veel, jongen. Ja, dat is fucking waar. Sinds een paar jaar heb ik dus allemaal meer seks met een vrouw. Sinds een paar jaar? Ja, ik doe het niet meer. Ja. Alleen als ik iemand echt leuk vind. Ja, dat doe ik ook. Ja. Maar dat was echt helemaal niks voor mij. Oh, nee, nee. Sorry, Fran. Nee, dat is anders. Oh ja, geil. Ja. Maar waar moet ik hier precies mee? Ja, nee, morgen. Morgen ga ik steken. Nee. Ja. Nee. Ik wil ook suiker, hoor. Oh, hoor. Ah, oké, okay, dus je moet weer op de weegschaal. Huh? Ja. Doe je nou? Ja. Nog geen neus meer. Oh, dit is echt veel te veel drees. Ja, lekker. Ik vind ook een raar geluidje, hoor. Wat is dat dan? Die koffiezetapparaat. Ja, echt? Oh. Lijkt wel vuurwerk. Ja, dat vind ik dus ook. Nou. Gekkigheid. Gekkigheid. Oh. Okay. Hoe was Loesje vanmorgen? Het viel een beetje tegen. Toen heb ik het andere voer van Katie gedaan, die Bix. En die aten ze wel op. Dus we moeten gewoon... Oh, ze gaan het even open voor de interview. Dat is geen probleem. Nou... Maar waar kan ik het naartoe sturen? Oh. Nee. Kom maar, kind.
Of heb je hem al? Medium. Helemaal goed. Ga ik je even een mailtje sturen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Daar. Kop thee. Uh-oh. Ik vind ze wel leuk hoor, als je dat zo doet. Denk ik wel. Hoppata. Zo. Hoppata. Hoppata. Vind je jouw broek zo leuk is? Ja. Hey. Of als het een klant is, dat je dan aan het belletje rinkelt, dan kom ik eraan een drinken schenken. Wil je alsjeblieft mijn ideeën, de ideeën voor de box bij mij kijken? Boxspring? Jessie Anthracite. Nee! Hebben jullie dat dan een keer gezien? Nee, dat kom ik laten zien. Nee, heb je het nooit gezien? Dat is te zien. Dat is echt lachen, jongen. Ga je doen? Wat? Moet je kijken. Jessie Anthracite. Is je ook in een andere kleur?